Midden jaren 60 arriveren de eerste gastarbeiders uit Marokko. Zij vonden hier wat ze thuis niet hadden, werk. De meeste Nederlanders wisten niets van Marokko. Het was een schilderachtig land in het verre Afrika. En alle inwoners werden over één kam geschoren. Terwijl dat land sterk van elkaar verschillende bevolkingsgroepen kent. Het aardige van Marokko is dat er in Marokko zelf ook hele vele gezichten zijn, om het zo maar te zeggen. Marokko lag op een heel belangrijk punt, bij de straat van Gibraltar. De noordpunt van Afrika komt tegen de zuidpunt van Europa aan. En door de eeuwen heen hebben natuurlijk vrij veel volkeren hier doorgetrokken of zijn gebleven. Het varieert van Phoeniciërs, Romeinen, de Arabieren, uitgewezen Joden en het zuiden via de karavaanhandel en de slavenhandel, vrij veel mensen uit Zwart-Afrika. Dus als je naar het gezicht van de Marokkaan kijkt in Marokko zelf, dan moet je constateren dat er dus heel veel gezichten zijn. En die variëren van mensen die vrij zwart, vrij donker zijn, hè, de afstammelingen van de negerslaven, vooral hier in het zuiden, tot mensen in het noorden die vrij licht zijn, zelfs rood, soms blauwe ogen. Dus je hebt een heel scala aan Marokkaanse gezichten in Marokko zelf. We nemen u mee terug naar het jaar 1935. We zijn in Marokko. Dit is de heilige stad Moulay Idris. De Marokkanen vieren als van ouds de Moussam, een vermaard Mohammedaans feest. In de jaren 30 was Marokko voor de bioscoopbezoeker een land waar vuurvreters gevaarlijke kunsten uithaalden. Fakirs hun bed opmaakten met glas en anderen dit zelfs aten. Waar slangenbezweerders trachten met veel vertoon de zwarte cobra te bedwingen. Een land met exotische tradities. Maar ook een land met veel tegenstellingen. Met bergtoppen van meer dan 4000 meter in het Atlasgebergte. En daarnaast landschappen met droge en snikhete woestijnen. Ook kan in Marokko's winters meters sneeuw vallen. Sommige steden als Casablanca en Tanger zijn modern. Met dure hotels, auto's en vele fietsers die zich een weg proberen te banen door het drukke verkeer. Veel inwoners zijn echter straatarm en worden gedwongen in krotten te leven. En ook de geschiedenis kent zo zijn tegenstellingen. Marokko is in veel opzichten een uitzonderlijk land. Het is ook een van de weinige landen die pas heel laat gekoloniseerd is. Pas in 1912 zie je dat dit land onder Frans en Spaans beheer komt te staan. 1912 is het begin van een periode die duurt tot 1956, waarin in het grootste gedeelte Frankrijk de baas was, om het zo maar te zeggen, en in het noordelijk gedeelte Spanje de baas was. In het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Marokkaanse premier Sibek Kay en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Pinault met hun handtekening de documenten bekrachtigd die van Frans-Marokko een onafhankelijke staat maken. In het geschiedboek der Frans-Marokkaanse betrekkingen is thans na jaren van onrust een nieuwe bladzijde opgeslagen. De sultan, die aan de onderhandelingen in Parijs had deelgenomen, werd met groot enthousiasme door duizenden van zijn onderdanen begroet. In gezelschap van zijn oudste zoon inspecteerde hij de erewacht. En er heerste dus binnen de Marokkaanse bevolking in die periode grote verwachting dat het veel beter zou gaan. Dat er veranderingen zouden komen. Men was politiek onafhankelijk. Het land zou hervormd worden. De kolonisatoren waren weg. Je kunt zeggen dat in die periode van 56 tot 61 grote hoop heerste. Dat verandert met het op de troon komen van de Hassan II. Koning Mohammed V van Marokko, de beminde vorst onder wiens regering het land onafhankelijk werd, is op 51-jarige leeftijd in Rabat tijdens een operatie overleden. Zijn zoon Moulay Hassan volgt hem op. De jonge Hassan II komt op de troon in 61 en blijft op de troon tot 1999. Dat is een duidelijke verandering. Die heeft ook te maken met de persoon van de koning. Daar waar Mohammed V toch meer luisterde naar wat er in die samenleving speelde en bereid was ook te bemiddelen, zie je dat koning Hassan als persoon en als staatshoofd ook veel meer zijn stempel heeft gedrukt op de politiek en op de samenleving. Dat kon hij ook, omdat hij kon zwaaien, zoals ik het noem, met de knoet, met de geldbuidel en met de Koran. Hij was dus hoogste
religieus leider. Dat was natuurlijk heel belangrijk. Hij was natuurlijk ook legerleider. En hij was ook regeringsleider in sommige opzichten. Dus hij had alle troeven in handen om zijn persoonlijk regime ook uit te oefenen. En je ziet door de tijd heen, zeker in de jaren 60 tot halfweg de jaren 70, dat er een heel ander regime komt en dat Hassan II in die periode duidelijk zijn wil oplegt aan die samenleving. Dat waren hele, hele donkere jaren in de Marokkaanse geschiedenis. Die worden ook de jaren van lood genoemd. Waarbij je ziet dat vele personen en vele groeperingen die zich tegen de koning of tegen de koningschap hadden gekeerd, ook gevangen werden verbannen of werden vermoord. Die periode is een hele zwarte. Er is in ons land een toenemende vraag naar arbeidskrachten. Er is in Marokko een overstelpend aanbod. Van de 16 miljoen inwoners zou 3 miljoen, gemeten naar onze normen, werkloos genoemd moeten worden. Oujda, 1 kilometer van de Algerijnse grens, telt 180.000 inwoners en daarvan staan er meer dan 5.500 officieel als werkloos geregistreerd. Om de mogelijkheden ten volle te benutten en de moeilijkheden te vermijden, hebben de Nederlandse en de Marokkaanse regeringen in mei een overeenkomst gesloten en is Simon Evert Jongejan namens ons ministerie van Sociale Zaken uit Sliedrecht naar Marokko gekomen. Hij is de man die voor Nederland werft en selecteert. En 's avonds om 6 uur staan de door hem opgeroepen 200 man van de Marokkaanse arbeidsreserve, het voornaamste exportartikel van dit straatarme land, bewaakt door politie voor de hekken van het arbeidsbureau die pas de volgende morgen open zullen gaan. Vous parlez français? Oui. Quel combien d'années vous avez été à l'école? 8. 8 ans? Accepté. Je cherche l'autre type. Non. Vous parlez français? Oui. Oui? Et peut lire et écrire? Oui. Et vous? Oui. Peut lire et écrire? Le 2. Vite. Oui. 1, 2, attends la jardin. Oui. Vite. Pas accepté. Non. Vite. Non. Pas français? Vite, vas-y. Vous parlez français? Oui. Oui? Pas accepté. Non, vite. Bonjour, monsieur. Vous parlez français? Oui. Et peut lire et écrire? Oui. Et quel âge avez-vous? 24 ans. Et marié? Non. Quelle profession? Journalier. Hein? Journalier. Un journalier. Vendeur. Ah bien. Accepté. Attends. Meneer Jongejan, hoe kunt u nu zo 1, 2, 3 uitmaken of u iemand afwijst, ja of nee? Waarop baseert u zo'n beslissing? De grove selectie begint met de eisen van de werkgever. Bijvoorbeeld leeftijden, gehuurd of ongehuurd. En de eisen die mijn ministerie meegeeft. Ze moeten representatief zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Geen analfabeet. Er moet behoorlijke communicatie zijn, dat is wel eens de wens overgelaten enzovoort. En die selectie, die grove selectie, daar begin ik dan mee met enkele vragen te stellen. Summier. En daarna beslis ik met wie ik verder zal gaan voor een dieper onderzoek. Op een buitenstaande, meneer Jongejan, maakt uw werk een bijzonder moeilijke indruk. Het lijkt, ik zou bijna zeggen, alsof je op een slavenmarkt staat. Dat is geheel niet waar. Per slotverrekening moet u ook het positieve kant zien van de mensen die ik aanneem. Na weliswaar een scherpe selectie. Maar dat is ook in Nederland. Iedereen die solliciteert voor een betrekking wordt in Nederland helemaal psychotechnisch gekeurd enzovoort enzovoort. Ik heb de middelen die ik heb, hebt u gezien. En dat is mijn intuïtie en mijn ervaring. En dat is misschien wat scherp. Ik moet het scherp spelen. خرجت في المغرب في الأواخر ديال السبعينات كشاب صغير. كنت في المرحلة الأولى كنتسنى باش نجي لهولندا. ساعة الوفد اللي كان جا لهولندا باش يدي العمال المهاجرين بعض المرات كانوا كيطلبوا الناس طوال. أنا قصير ما دش لأنه خصهم يديو الناس لنا واحد روتردام باش يقطعوا الورد وقصير ما بغاهمش.
من بعد المرحلة الثانية جاء فيدريكو في هولندا وكان كيطلب الناس اللي خلقوا في 49، انا كنت خلقت في 52. مشيت دعيت الوالد، انه حق الوالد كان امي وما كيعرفش، وبالتالي غلطت في تاريخ الازدياد، وانا حقا خلقت في 49 وحققت المحكمة وعطوني شهادة بانه خلقت في 49. من جيت للعرايش جبرت الوفد مشى، بقيت رابح عليا 3 سنين زايدة من العمر ديالي. المهم بعد دخلت المركز ديال التكوين المهني في العرايش، وبديت بالكونترادات ديال فرنسا، ومشيت لفرنسا في البداية ديال السبعينات كونترا ديال عام بعد المعامل في النواحي ديال باريس. Ik was eigenlijk onderweg naar Zweden. Omdat je dus van horen zeggen allemaal, allemaal hè, prima geregeld, sociale ook, goed geregeld. En de Nederland was helemaal niet in mijn planning. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment had ik een retourtje vanuit Algeciras, Stockholm, Algeciras. Maar ik kwam in Amsterdam aan en ik blijf hangen. Ik voelde me meteen thuis. Ik zag die gevels en die rust en die oude tram in Amsterdam en die fietsen en zo. Behalve de taal was mij alles echt aangenaam. Alleen de taal, dat verstond helemaal niks van. Ik denk, nou, die taal die zou heel moeilijk zijn. Detail, welke weer was het die dag dat je hier... Het is 17 september, het was droog in ieder geval, maar wel bewolkt. Ik kon me niet oriënteren. Ik ben vanaf september tot misschien wel maart heb ik weinig zon gezien. Ik kon mij ook niet oriënteren. Ik wist niet waar het oosten en westen en weet ik wat. dat was inderdaad wel heel moeilijk hoor. في اواخر 74 كان عندي مشكل ديال البطاقه ديال الاقامه ديالي في فرنسا، ما كانوش بغاو يرجعوا يبدلوها. كنت كنخاف من القضيه ديال الطرد للمغرب، وبالتالي الا كنت طرد للمغرب ديك الوقت كان كيمكن نتعرض للاعتقال. المهم مع بعض الاخوه تما ذكرنا بانه احسن قضيه ديال باش الانسان يحمل الوضعيه القانونيه ديالو نهاجر لهولندا. جيت لهنا لامستردام. ولكن كنتي كتعرف انك غادي تكون في ديك الساعات غير قائم قانوني يعني في هولندا؟ إيه كنت كنعرف انه غير قانوني في هولندا، وبالتالي بالنسبه لي ما كانتش كتهمني هذه القضيه كثير، بانه في المرحله هذيك باقي شباب، الارض الله واسعه، في مثل الانسان يقدر يتحرك يقدر يفيد ويشتغل مع الناس مزيان. Nelly Soetens richtte in 1969 het actiecomité pro-gastarbeiders op, het AKPG. Zij protesteerden 25 jaar lang tegen slechte leefomstandigheden van gastarbeiders. Vele van hen kwamen terecht in pensions en werden met hun landgenoten in kleine ruimtes gepropt. Soetens voerde actie tegen pensionbazen die woekerprijzen vroegen. In die schoonmaken is, nee, ja, is niks allemaal. Ik doe niet. Nee, hij komt niet. Nee. Want hij heeft beloofd dat hij zou komen om dat een beetje te repareren. Nee. Niks in. Allemaal kapot. Allemaal vissen. Allemaal oude. Allemaal rood. En jullie maken nou zelf een beetje schoon? Ja, bij onszelf. Ja. Geen tijd. Schoonmaken, ja. Een dag per week. Plastic zaken van die halen. Kopen. Ja, ook zelf betalen. Ja. Moet je bon bewaren, hè, en dan minder huur betalen. En die brief van dat incassobureau, dat is niks. Incassobureau is geen wet, toch niks te betekenen. Dus als die man van dat incassobureau komt, gewoon zeggen, meneer, wat wilt u? Gaat u maar naar de rechter. Niks gewoon aan doen. Goed. Ja, mag thee drinken? Ja. Nou, dat pensioen moet ongeveer hier ergens gestaan hebben. Want dit is de Oudaanstraat. En de Marokkanen die daar zaten, waren hele moedige Marokkanen. Die hadden al verschillende acties gevoerd tegen de te hoge huur. En toen de huisbaas, toen ze dan van de huurcommissie bericht kregen dat ze veel minder konden gaan betalen. En dat ook daadwerkelijk gingen doen, die heeft de
pensionbaas eruit willen pesten, wat hem niet gelukt is. Ze bleven gewoon zitten, ondanks het feit elektriciteit werd uitgeschakeld, water afgesneden enzovoorts. Maar dan met onze hulp werd alles dan weer in orde gebracht en ze bleven gewoon zitten. Ik was eerst in pensioen en van een pensioen ben ik dus naar Zandam vertrokken. Daar heb ik bij een familie gewoond, dat heet toen kostganger. Ik was, ja, dat ontkom je daar niet aan als je toch redelijk wilt wonen en eten en ja. Wat geldt er in dan op kostganger? Kostganger, daar betaal je dus de helft van je salaris sta je af. Maar dan heb je gewoond, gewassen en gegeten. Maar redelijk goed. Eigen kamer? Of? Eigen kamer, ja. Ja. Maar dan had je ook televisie, je leeft gewoon met het gezin mee. En dat was natuurlijk voor mij ontzettend belangrijk. Heb ik ook meteen de taal in 3 maanden, ik zou niet zeggen voor 100% op de knieën, maar ik kon me redden binnen die 3 maanden dan. En binnen die 3 maanden kon ik een anderen helpen die hier al een jaar of 1,5 jaar waren. Hier concentreerden zich de rasserellen tegen de buitenlanders in 1974. En wat voor rellen waren dat precies? Ja, dat waren Nederlanders die dus vooral stenen gooiden, maar ook probeerden deuren te rammeien van de pensions en de huizen waar dus buitenlanders in woonden. Hier stond een pension? Er waren hier 3 pensions en 2 panden die werden door de gezinnen bewoond. Rotterdam. Het is geen Belfast en dat zal het ook wel niet worden. Het is ook geen Berlijn in de kristalnacht van november 1938. Maar het doet er wel aan denken en dat is al beschamend genoeg. Met opgekropte spanningen die zich ontladen boven de hoofden van onschuldige mensen. Met redeloze vernielzucht en met onredeneerde onlustgevoelens. Met raddraaiers die in troebel water vissen. En met belhamels die met overgave agentje pesten. En met een politie die tegenover dit alles vrij machteloos staat, wil ze niet al te grote schade aanrichten. En met een overheid die na 25 jaar van woningnood en met 125.000 gastarbeiders naast 125.000 werklozen haar handen in onschuld blijft wassen. En dat alles in een democratisch land als het onze, dat altijd prat is gegaan op een volkomen gebrek aan vreemdelingenhaat. Hallo. Ja, ja, ja. Nou meneer, ik zal u wat vertellen. Het is hier een gemeenteschuld. Als ze hier volgen met die pensioens, dat ze die pensioens volgedouwd hebben. Want die huisbazen die hebben hier al die panden gekocht. En ze hebben er maar volgestopt met 50 en 60 mensen. En hier is de buurt door verpauperd. En ik zeg het nogmaals, ze geven hier de jonge jongens een schuld. Maar het zijn de jonge jongens niet. Het is werkelijk de gemeente de schuld. Daar die is de schuldige. En dat wou ik u even vertellen. Hebben wij ze nou voor nodig, hè? Die andere mensen die kunnen ze helemaal niet aan een huis komen. En die gaan bakken wel, omdat ze kunnen betaald worden. Ze zijn te lui om...